Politiek wil opheldering over brand in Amersfoort. Opnieuw Utrechtse ramkrakers verongelukt in Duitsland. En enorme voetbalkabouter duikt op in Utrecht. Goedenavond, woensdag 9 maart. U kijkt naar U Vandaag. De kans dat bejaarden overlijden bij een brand is 3 keer groter dan bij mensen onder de 65 jaar. Veel organisaties maken zich zorgen over deze cijfers. Daarom werd er vandaag over gesproken in Den Haag. Zo wil seniorenorganisatie UNKBO dat seniorenwoningen snel brandveiliger worden. En daarover praten we met de directeur van UNKBO, Manon van der K. Zij heeft vandaag met de Kamerleden in Den Haag gesproken over die zorgen. Heeft u het idee dat er goed naar u geluisterd is vandaag? Ik heb goede hoop dat we duidelijk hebben kunnen maken dat voorlichting heel belangrijk is, maar dat we daarnaast als UNKBO echt ook maatregelen van de overheid verwachten. Ja, die maatregelen, daar willen we zo meteen alles over horen. Naast u zit nog iemand, dokter Felix. Want vandaag is er groen licht gekomen voor het elektronisch patiëntendossier. Daar is veel discussie over geweest. Ja, ik vraag me nog steeds een beetje af, zijn nu op dit moment al mijn medische gegevens op internet te vinden? Ik ga het er zo over hebben. Dat is spannend. Nou, dat wordt echt spannend, Rob. Maar eerst het nieuws. Ja, want steeds meer mensen in Amersfoort vragen zich af waarom het leegstaande schoolgebouw aan de Keerkring niet eerder is gesloopt. Het pand is in slechte staat, een geliefde plek voor zwervers. En vannacht ging het mis. Een grote brand verwoestte het grootste deel van het gebouw. Alsof er niets gebeurd is. Twee daklozen worden vandaag aan het einde van de ochtend door de politie uit dit slooppand aan de Keerkring in Amersfoort gehaald. Ik heb ze even kort gesproken. Ik heb gevraagd van, goh, hebben jullie echt hier de hele nacht geslapen? Ze zeiden, ja, we hebben hier echt de hele nacht geslapen. We werden vanochtend wakker en het pand was ineens weg. Gisteravond zag het slooppand er nog zo uit. De brandweer heeft de grootste moeite om de vlammen de baas te worden. Bij de brand komt veel rook vrij. Mensen in de buurt krijgen een NL-alert. Ze worden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De twee mannen sliepen vlak naast de brand, maar ze hebben naar eigen zeggen niets doorgehad. Ja, bizar. Het is ook voor mij dat ik ook niet eerder meegemaakt dit. Er gingen wat geruchten vannacht dat er mogelijk nog wel eens wat zwervers in het pand aanwezig zouden zijn. Vanochtend was het voor ons veilig genoeg om het gedeelte wat nog staat te controleren. Met de brandweer. We zijn het pand ingegaan en trof inderdaad 2 personen aan in het pand. Nadat de 2 daklozen gecontroleerd zijn door ambulancepersoneel, worden ze door de politie meegenomen voor verhoor. Ze zijn aangehouden omdat ze op verboden terrein waren, maar hebben volgens de politie niets met de brand te maken. Isaac Verkruijzen was jarenlang directeur op de school die nu compleet verwoest is. Het is droevig om dat te zien natuurlijk, ja. Nu dacht ik moet toch even kijken. Toch even kijken om het even vast te leggen dat wat er nog van over is, ja. Vanochtend komen alle herinneringen aan de school weer naar boven bij het voormalige schoolhoofd. En het was een heel mooi gebouw. En het hoge gebouw, het hoge gedeelte hier van het gebouw, dat waren de leslokalen. En er was een prachtige brede gang, eigenlijk een wandelgang voor de studenten. Het was een heel fraai, modern gebouw. Het pand stond al jaren leeg en stond op de nominatie om gesloopt te worden. Ja, bij het gebouw in Amersfoort staat verslaggever Kees Hoogendijk. Ja, Kees, hoe kan het eigenlijk dat er mensen in het gebouw waren tijdens zo'n enorme brand? Nou, het blijft natuurlijk een bizar verhaal, hè? Hoe 2 mensen in dat gebouw konden zijn terwijl er zo'n brand woedde. Kijk hier achter mij de overblijfselen van een deel van het gebouw. Ja, en dan heb je hiernaast, daar staat nog een deel overeind. En dat is het deel waar die 2 mensen vannacht waren. Maar je moet toch wel heel diep hebben geslapen of compleet van de wereld zijn, zou je zeggen, om alle signalen, al het lawaai gemist te hebben. Hoe dan ook, die mensen zijn levend uit het gebouw gehaald. En ja, zoals al gezegd werd, er was al langer bekend dat hier daklozen bivakkeerden. En de hulpdiensten die konden op het moment dat die brand woedde gewoon heel moeilijk inschatten of er mensen aanwezig waren in het gebouw. Ja, vanmiddag kwam burgemeester Bolsius ook even kijken. Wat heeft hij precies gezegd? Hij kwam hier eigenlijk omdat hij zijn weekvideo kwam opnemen. Dat doet hij wekelijks. Dan praat hij over actuele zaken in de stad. En het is op zich wel opmerkelijk dat hij pas vanmiddag kwam. Want normaal gesproken is het toch wel gebruikelijk dat een burgemeester tijdens een brand die Amersfoort in zijn greep hield in dit geval toch even komt kijken. Nou, dat deed hij niet. Ik vroeg hem waarom hij dat niet deed en daar zei hij het volgende op.
Mijn ervaring leert mij dat ik op dat soort momenten meer in de weg loop dan dat ik steun kan zijn. Als ik signalen zou hebben gehad van dat ik nodig ben, dan was ik onmiddellijk gekomen. Maar als ik die signalen niet krijg, dan ga ik niet op eigen initiatief denken linksaf met de fiets hier naartoe. Pas op het moment dat het signaal komt, dan kom ik. Ja, dit verhaal krijgt nog een staartje, Kees, want meerdere politieke partijen willen opheldering over de brand. Wat willen zij precies weten? Nou, onder andere over de informatievoorziening. Heel veel mensen hebben een noodbericht gekregen, NL Alerts. Dat krijg je dan op je mobiel op het moment dat er een noodsituatie is. Ik heb dat berichtje zelf ook gekregen, maar een aantal partijen vragen zich af, terwijl er hier achter mij een stuk instort van het voormalige schoolgebouw. Een aantal partijen vragen zich nu af of iedereen dat bericht wel heeft gekregen. En dat zijn dus vragen die gesteld worden. En wat de partijen ook willen weten is, wie was er eigenaar van dit pand? En wie is er dus verantwoordelijk voor de schade? Maar ook, waarom heeft het zo lang leeg kunnen staan? Dat is ook iets wat bewoners zich afvragen. En de burgemeester die zegt daar het volgende over. Daar wil ik gewoon zelf ook nog even precies de feiten van op een rijtje krijgen. Maar dat zijn altijd de conclusies die achteraf getrokken worden. Er zijn wel meer plekken in de stad waar gebouwen leeg staan. Wanneer worden ze gesloopt? Hoe worden ze gesloopt? Hoe lang duurt het? Maar ik kan me voorstellen dat omwonenden zeggen, ja, dit pand staat er niet feestelijk bij. Althans stond voor gisteravond er al niet feestelijk bij. Nou, vannacht zien we dat het feest helemaal voorbij is. Vragen genoeg dus die nog opgehelderd moeten worden. Men wil bijvoorbeeld ook weten waarom het pas zo laat iets op de site van de gemeente te lezen was over dit alles. Nou, kortom, genoeg vragen nog te beantwoorden. En die zullen hopelijk snel komen, die antwoorden. Kees, dankjewel. In Duitsland is vanmorgen weer een plofkraker uit onze regio om het leven gekomen. Dit keer is het een man uit Maarsen die omkwam toen de vluchtauto waarin die zat crashte. Een handlanger uit Utrecht raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in Meppen, net over de grens met Nederland. Net over de grens bij Emmen ligt de Duitse plaats Meppen. Daar slaan woensdagnacht drie plofkrakers toe bij een Duitse bank. Drie täter hebben dort een geldautomaat der Sparkasse Emsland gesprengd en offensichtlich ook geld erbeutet. Voor de daders slaagt de kraak. Ze gaan er met zakken vol briefgeld vandoor. Maar terug de grens over komen ze niet. De snelle vluchtauto knalt op een vrachtwagen en daarna tegen een boom. Een van de inzittenden komt om. Het is de man uit Maarsen. Een andere plofkraker uit Utrecht is zwaar gewond en in levensgevaar. De derde man wordt opgepakt. De dritte täter war zunächst vom auto, vom Unfallort geflüchtet, konnte aber dann im Rahmen der Fahndung von den Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe zum Unfallort festgenommen werden. En op de redactie staat verslaggever Jiri Glaap. Ja, Jiri, ruim een maand geleden gebeurde er een soortgelijk ongeluk, ook met Utrechters. Is er een bende actief? Nou ja, dat wil de politie ook heel erg graag weten. Het gaat hier wel steeds om diezelfde werkwijze. Snelle auto's gaan de grens over, er wordt een kluis gekraakt, er wordt een winkel overvallen en die auto's gaan weer terug naar Nederland. Krefeld, een maand geleden hebben we hetzelfde gezien, ook met drie Utrechters. Twee daarvan zijn omgekomen en één ligt nog in het ziekenhuis. Toch staat de politie hier niet helemaal met de handen in het haar. Want ze hebben inmiddels toch wel twee verdachten kunnen spreken. En ze hebben wat meer zicht op de groep, op die Audi-bende. En dat is een groep van 200 personen en die concentreert zich vooral rond Utrecht. Ja, het gaat dus om Utrechters die toeslaan in Duitsland. Waarom kiezen zij eigenlijk specifiek voor Duitsland? Nou ja, dat heeft alles te maken met de beveiliging en de bewaking. De eisen in Nederland zijn heel erg verhoogd. We hebben afgelopen jaar echt een stijging gezien van het aantal ram- en plofkraken. En ook bij ons in de regio was echt een piek. Ja, er is veel meer politieinzet gekomen. Nou ja, en die achterstand die hebben ze in Duitsland. Het probleem heeft zich er eigenlijk gewoon verplaatst. Ja, en wat doet de politie in Nederland dan eigenlijk om deze Utrechters te stoppen? Ja, de Nederlandse en de Duitse politie die werken echt intensief samen om dit probleem het hoofd te bieden. In Duitsland zien ze echt die stijging en het wordt vaak door Nederlanders gepleegd. En ook nu in Duitsland is er echt een team opgezet om die Audi-bende op te sporen. Oké, Jiri, dankjewel voor nu. De vermoorde Koen Everink wordt zaterdag tijdens een openbare dienst in de Nicolaikerk in Utrecht herdacht. En daarna wordt hij in besloten kring begraven. De zakenman werd eind vorige week doodgevonden in zijn woning in Bilthoven. Hij is door messteken om het leven gebracht. De politie hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen over wat er precies is gebeurd. Zo zoekt de politie mensen met camerabeelden en hondenbezitters die mogelijk iets verdachts hebben gezien. Inmiddels zijn er al 50 tips binnengekomen.
Meer over deze zaak ziet u zometeen in ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. De politie heeft een 46-jarige man aangehouden voor de overval op een visverwerkingsbedrijf in Bunschoten-Spakenburg. Afgelopen najaar zagen medewerkers van het bedrijf deze twee mannen het kantoor binnenkomen. Ze droegen maskers en een van hen had een bos bloemen bij zich. Personeel werd bedreigd met een vuurwapen en ook vastgebonden. De overvallers gaan er met de inhoud van de kluis vandoor. De politie heeft nu een van deze verdachten aangehouden. Bij een brand in Houten vorig jaar zijn fouten gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie. En op het oog simpel te bestrijden brand legt uiteindelijk een nagelstudio, een cafetaria en woningen in de as. De buurt is deze brand dan ook nog lang niet vergeten. Ik ben op een gegeven moment zelfs alle fotoalbums gaan evacueren. Zo eng was het. De brand in juli maakte de buurt angstig. Het vuur sloeg snel om zich heen. We dachten heel even van, nou, met een beetje pech, met de wind deze kant op, kan het misschien wel groter worden. We konden zelfs onze hecht, die op 3 meter afstand van het huis is, niet zien. Uit dit rapport blijkt dat er fouten zijn gemaakt. Er woedde een zomerstorm over Houten en dan krijgt de brandweer veel meldingen binnen. Als er zoveel meldingen binnenkomen, werken ze op een andere manier om die grote drukte aan te kunnen. En daardoor ging het mis in de communicatie. Een van de twee bluswagens in Houten stond onterecht als niet beschikbaar. En dus moest de brandweer uit Schalkwijk komen, wat ruim 13 minuten duurde. Daarnaast waren er onzichtbare openingen in het pand, doordat het voor de brandweer moeilijk in te schatten was hoe het vuur zich zou verspreiden. En mensen werden te laat ingelicht. Er werd een NL-alert verstuurd, maar dat kon eerder. En calamiteitenzender RTV Utrecht werd te laat ingelicht. Parkeren, cafetaria, inrit, vrijlaten. Dat zijn nog de enige dingen die hier te zien zijn van het cafetaria dat hier ooit zat. Ik sprak de eigenaar van de snackbar vandaag en hij vertelde mij dat er nog steeds gewerkt wordt aan een nieuwe plek voor zijn snackbar. De eigenaresse van de Nagelstudio vertelde me ook dat ze erg aangedaan is door de brand die bij haar woedde. En dat het nog steeds haar leven beheerst. Volgens het rapport moet er wat verbeterd worden aan de manier van werken in zo'n storm. Die lijkt te weinig op hoe brandweermensen normaal werken, waardoor fouten op de loer liggen. Verder moet meer rekening gehouden worden met wat storm met vuur doet. En mensen moeten eerder ingelicht worden over zo'n grote brand. Voorkomen is beter dan genezen. Dus dat er iets geleerd wordt, ja, dat hoop ik dat bereikt kan worden. Ja, dit rapport is zojuist aangeboden aan de brandweer en de gemeente. Timo Letschert is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De verdediger van FC Utrecht mag voor de eerste keer meetrainen met de selectie van bondscoach Danny Blind. En mocht dat goed gaan, dan kan die worden opgenomen in de echte selectie voor de twee oefenwedstrijden. Oranje speelt eind deze maand in de Arena tegen Frankrijk en 4 dagen later op Wembley tegen Engeland. De kans dat ouderen overlijden bij een brand is 3 keer zo groot dan bij mensen onder de 65 jaar. En ook in onze regio zijn bejaarden in de problemen gekomen. Zo zijn er begin dit jaar doden gevallen bij branden in seniorenflats in Rhenen en Veenendaal. De seniorenorganisatie UniKBO maakt zich grote zorgen over deze cijfers. Op de bank Manon van der K, directeur van KBO Uni. En naast u zit onze stamgast van vandaag, dokter Felix. Natuurlijk zijn ouderen wat slechter ter been. Maar zo'n groot verschil, hoe kan dat? Ja, het is vaak een combinatie van factoren. Slechter ter been, slechter horen, slechter zien. Dus later in actie komen als er wat aan de hand is. Dus het is een combinatie van factoren die ertoe leidt dat dit grote verschil er bestaat. En wat daarbij speelt is dat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis worden. En dat maakt dat het zo'n urgent probleem is. Ja, want jullie geven ook voorlichting aan ouderen bij ouderen thuis. En hoe het huis eigenlijk het beste brandveilig gemaakt kan worden. Goedemorgen. Goedemorgen. De 68-jarige Astrid Melsen uit Maarsen krijgt bezoek van veiligheidsadviseur Frans Brinkman. Ze heeft al wat maatregelen genomen. Ik heb een brandweerwagen in huis. Zijn dat maximale maatregelen? Ik heb 2 rookmelders in combinatie met koolmonoxidemelder. Een rookmelder hang je aan het plafond. Ja. En een koolmonoxidemelder hang je op een hoogte van 1,50 meter. Dat moeten dus 2 meters worden. De eerste tip is al meteen binnen. Astrid wil graag weten wat ze verder nog kan doen. Het heeft me aan het denken gezet toen er vorige week een brand hier in de straat plaatsvond. En een huis eigenlijk zo goed als volledig uitgebrand is. Dan schrik je wel natuurlijk en dan ga je zo voor jezelf eens na van heb ik het allemaal zelf wel goed geregeld. Dat dacht ik ook eigenlijk, maar blijkt dat ik toch weer heel veel dingen nog moet herzien of moet aanvullen. Nou, klein maar fijn. Bij ouderen gaat het vaak mis als ze wat vergeetachtiger worden. Bij het koken bijvoorbeeld.
Ik zou adviseren om in de keuken een kookwekker te nemen, zodat je weet dat het gas aanstaat. En misschien ook verstandig om geen brandende kaarsen te gebruiken, maar van die kaarsen waar een ledlampje in zit, zodat je geen open vuur in de kamer hebt. Astrid weet inmiddels wat ze moet doen om haar huis brandveiliger te maken. Ja, daar ga ik wel wat mee doen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, deze mevrouw die gaat dus nu zelf aan de slag. Waarom is dat dan niet genoeg? Het is toch prima dat ze dat nu zo doet? Nee, dit is heel belangrijk. En als KBO spannen we ons hier ook heel erg voor in. Frans Brinkman is een van onze vrijwilligers. Opgeleide vrijwilligers die voorlichting geven aan andere senioren op het terrein van veiligheid. Zowel groepsvoorlichting als bij mensen thuiskomen. Dat is heel belangrijk en daar bereiken we natuurlijk ook veel leden mee. Maar het is niet genoeg. We verwachten ook echt maatregelen van de overheid. Wat voor maatregelen willen wij natuurlijk weten? Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat steeds meer senioren in een seniorencomplex bijvoorbeeld wonen. En dat zijn vaak ook senioren die vroeger naar een verzorgingshuis gegaan zouden zijn, want ze worden wat minder zelfredzaam. Tegenwoordig is die mogelijkheid er niet meer, dus die blijven wonen zelfstandig in zo'n seniorencomplex. Maar dat betekent dat daar mensen wonen die toch minder zelfredzaam waren dan 20 jaar geleden bijvoorbeeld. Dat maakt dat wij als KBO zeggen, de veiligheidseisen die moeten opgeschroefd worden. Maar als u dat concreet ziet, waar denkt u dan aan? Nou, er zijn nu speciale veiligheidseisen bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en voor de verzorgingshuizen. Die zouden ook van toepassing moeten zijn op seniorencomplexen. Maar bijvoorbeeld, kunt u voorbeelden noemen? Gaat het om vluchtwegen bijvoorbeeld? Of een sprinklerinstallatie die water naar beneden laat vallen als er brand is? Dus hele praktische maatregelen, brandmelders, die de veiligheid vergroten in zo'n seniorencomplex, passend bij de bewoners. Nu hebben jullie dat vandaag ook aangekaart in de Tweede Kamer in Den Haag. Hoe hebben zij gereageerd daarop? Gisteren heeft de minister Blok een brief aan de Tweede Kamer geschreven. En daarin hamert hij erg op de eigen verantwoordelijkheid van senioren. En het belang van voorlichting. En natuurlijk onderschrijven wij dat. Senioren zijn in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun huis. Ja, dat zou ik zelf ook een beetje zeggen. Van ja, het is ook bijna niet onontkoombaar. Ik bedoel, iedereen wordt oud. Ja, dat is dan maar zo. Daar moet je zelf maar achteraan zitten dat je het huis uit kan komen. Is dat ook niet waar? Nou, daar ligt primair de verantwoordelijkheid, maar dat is niet genoeg. Daar kun je het niet allemaal op afschuiven. Want we verwachten als samenleving dat senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Maar wat we ons moeten realiseren is dat die zelfredzaamheid wel afneemt. Dus dan moet je maatregelen nemen en dan moet je ouderen daar ook bij ondersteunen. En u heeft dat vandaag gezegd in Den Haag. U had de politieke partijen face-to-face. U kon vertellen van, ik zou graag willen dat die seniorenwoningen net zo worden ingericht als bijvoorbeeld ziekenhuizen. Wat zeiden ze tegen u? Dat gaan we doen? Nou, dat is de setting niet van zo'n ronde tafelgesprek. Dus het is vooral op dat moment dat de Tweede Kamer leden luisteren. Maar ik had zeker de indruk dat er gehoor was voor ons pleidooi om ook op landelijk niveau maatregelen te nemen. Ander pleidooi is bijvoorbeeld, laat gemeentes goed toezicht houden. Er zijn nu al allerlei eisen. Nou, op welke vlak toezicht houden? Op de naleving van de eisen die er al zijn. We hoorden het net over die brand in Houten. Daar was de vergunning niet in orde. Ja, een gemeente. Dus eigenlijk de vergunningen die bijvoorbeeld ziekenhuizen moeten hebben in noodsituaties, die moeten nu ook eigenlijk komen voor seniorenwoningen. En dat ook nog eens de gemeente daar toezicht op houdt. Precies, want als we eisen met elkaar afspreken, dan moet daar wel toezicht op zijn dat die nagekomen worden. Wat vind jij daarvan, Felix? Nou, ik moest even denken. We hebben in 2011 hebben wij Pietersen Blokland in Vathorst is daar geweest. En daar heeft wel de gemeente op toegezien. Ik weet dat we bijna niet het pand in konden, omdat de brandweer toch wel even allerlei maatregelen vonden dat die niet in orde waren. Juist omdat dat zo'n pand gebouwd is door een woningbouwcoöperatie en meer als een soort flatgebouw is neergezet. En Pietersen Blokland is bekend met name met echt oudere mensen, boven de 90 vaak. Ja, er zijn toch andere eisen die aangesteld moeten worden. Dus ik kan me daarbij voorstellen. Ik heb voor mezelf ook zo, we gaan nog naar een nieuw zorgcentrum toe in de nabije toekomst. En daar komen waarschijnlijk ook wat zorgwoningen bij. Een vraag die ik altijd heb is van, nou, hoe zit het dan ook weer met de kosten? Want je zei net van, moeten mensen daar zelf op letten? Maar ondertussen gaat ook dat meestal gepaard met brandbeveiliging. Bijvoorbeeld deze brandbeveiliging in het huis wat we net in het filmpje zagen. Moeten mensen daar zelf voor opdraaien? Hoe zit dat qua kosten?
Nou, wij gaan ervan uit dat mensen bijvoorbeeld zelf heel goed een rookmelder kunnen betalen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dan is het wel belangrijk, kies een goede rookmelder. Hè. Neem niet de allergoedkoopste, want die heeft bijvoorbeeld zo'n zacht signaal. Als je 's nachts slaapt, dan hoor je het misschien wel niet. Dus daar hebben we het ook met de Kamer over gehad. Kijk goed naar de eisen die aan rookmelders gesteld worden. Zodat die echt geschikt zijn, ook voor senioren. Je hebt tegenwoordig ook gekoppelde rookmelders. Dan kan het alarm afgaan, ook in een ander huis. Nee. Waar mensen wonen die jou kunnen helpen om juist te ontvluchten. Nou, dat zijn natuurlijk belangrijke ontwikkelingen die gestimuleerd moeten worden wat ons betreft. Genoeg om in te investeren. Ja, dokter Felix is er ook aangeschoven om het te hebben over het elektronisch patiëntendossier. Want de rechter heeft daar groen licht voor gegeven. En dat ging niet zonder slag of stoot. Want sommige huisartsen en patiënten zijn het er helemaal niet mee eens. Ze vinden bijvoorbeeld dat de privacy van patiënten hiermee wordt geschonden. Ja, Felix, wat houdt het nou precies in, dat elektronisch patiëntendossier? Nou, we hebben natuurlijk eigenlijk iedere dokter, iedere huisarts heeft... Vroeger had je de groene kaarten. Nou, die zijn inmiddels vervangen door de elektronica. We hebben nu een computer, al een tijdje. Daar schrijven we alles in als je bij mij komt. Wat je hebt, enzovoort. Maar ik weet dat. Maar als je op de huisartsenpost komt... dan zijn er nog een hoop huisartsenposten waarbij het nog niet duidelijk is wat ik in die computer heb geschreven. Bijvoorbeeld de medicatie. Bijvoorbeeld of je allergieën hebt. Of wat je laboratoriumwaarden zijn. Nou, al dat soort gegevens kunnen ertoe leiden dat je verkeerde keuzes maakt als je bij een andere dokter komt. En daarvoor is eigenlijk toen ook gezegd, in der tijd, dat is denk ik voor mij inmiddels al meer dan 10 jaar geleden, er moet eigenlijk een elektronisch platform komen waar al dit soort informatie samenkomt, zodat iedereen er gebruik kan maken in de zorg. Ja, maar daar vroeg ik aan het begin van de uitzending ook, betekent dat dus nu dat al mijn gegevens online staan? Nou, dat was ook een beetje de crux. Je hebt de Landelijke Huisartsvereniging, die is inmiddels wel overstag. Die vond eigenlijk dat het wel voldoende gewaarborgd is. Maar er is ook de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. En die zijn vrij kritisch. En vaak hebben ze wel een goed punt. Dus nu is het EPD is weer nieuw leven ingeblazen. Nadat het even, waarom zijn zij kritisch? Wat maakt het eng? Omdat ze toch vinden dat de privacy van mensen... Of dat het wel heel duidelijk is dat het allemaal veilig genoeg is. En dat die gegevens niet bij de zorgverzekeraars kunnen komen. Het EPD wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Maar daar zeg je wat. Ja. Want als ik een slechte knie heb... en ik wil overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar... kunnen zij dan zien dat ik mogelijk heel veel fysiotherapie nodig heb... en dat ze me misschien weigeren? Dat zou niet moeten. En dat maar zou dat niet is moeten wel mogen. Zo. Zou het kunnen? Dat is natuurlijk ook een beetje waar de angst zat. Kan dat? En dat is nu gegarandeerd gezegd door de vereniging... die dit eigenlijk, dat EPD aan het opzetten is. Nee, dat kan niet. Maar we houden natuurlijk altijd een klein beetje rekening mee... dat er wel heel veel kennis en kunde bij de zorgverzekeraars komt. Ik weet... Maar wie kan dat allemaal inzien, dat EPD? Dat zijn met name de medici met een beroepsschein. Oké, okay, dus ook is het niet beroepsschein bedoeling... van de arts wordt dan niet geschonden? Nee, in principe, nee. Dus waar ze bang iedereen, hè, als ik een beroepsschein heb en ik overleg met een andere arts... dan valt het binnen het beroepsschein en betekent dat je daardoor... de kennis die ik over jou heb, dat veilig moet blijven. En dat wij een goede afweging kunnen maken om die gegevens door te sturen... zodat de dokter waar jij dan bent ook weet van... Hey, wat vind jij zelf daarvan? Ja, ik heb altijd toch zoiets gehad. Waarvoor moet het allemaal centraal? Er is ook, was ook gisteren, is er eigenlijk ook door de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie, NPCF, is er ook een nieuw initiatief eigenlijk gelanceerd. Waarbij je eigenlijk een soort een eigen patiëntendossier. Ja, een soort Facebookpagina voor je eigen medische. Ja. Je houdt het zelf bij. Nou ja, dat vond ik op zichzelf. En dat zie je ook in Engeland. Is het ook een combinatie. Je kan twee dingen doen. Je hebt daar het grote systeem waar heel veel gegevens eigenlijk in één zit. Maar je hebt daarnaast ook nog zo'n kaart. Dus bijna een soort creditkaart die je bij je hebt. En daar staan al je gegevens op. Maar Felix, als je het zelf moet doen. Ik denk even aan mijn belastingaangifte. Dat stel je ook makkelijk uit. Doe je dat ook niet zo goed? Dat gaat natuurlijk hier ook gebeuren. Dat is dan minder accuraat. Nou, dat zou het risico kunnen zijn dat je dus niet alles op die kaart hebt. Je kan ook zeggen van, nou, ik wil dat mijn huisarts dat wel op dat dossiertje schrijft... en dat alles wat daarop staat ook op mijn kaart komt. Hè? Dat is een koppeling. Je moet voordat de EPD, voor het elektronische dossier... moet je jezelf aanmelden, hè, voordat het gaat lopen. Ja. Staat u daarvoor open? Nou, ik vind het wel een ingewikkelde kwestie. Want eigenlijk wil je inderdaad natuurlijk dat je gegevens goed beschikbaar zijn... als je een keer in het weekend of 's avonds op de huisartsenpost terechtkomt. Maar ik deel wel de zorg van waar blijven die gegevens. En die horen niet thuis bijvoorbeeld bij die zorgverzekeraars. Nee.
Dus het is ingewikkeld. En kijk, zelf de gegevens invullen, dan denk ik meteen aan de 1,2 miljoen senioren die niet gebruik maken van internet. Ja, want daar wordt het inderdaad lastiger voor. Dat is dus, wordt daar ook over nagedacht? Nou, ik heb de NPCF nog niet gesproken. Maar dat zijn goede vragen natuurlijk om met elkaar te discussiëren. Dat doen we al tijden überhaupt. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat we wel nadenken over de veranderingen en dat ICT een belangrijk deel gaat uitmaken van de zorg. Dat staat buiten kijf. Dus ik denk dat dit soort dingen, die komen gewoon naar voren. Daar moeten we wat mee. En het is goed dat we hier aandacht aan besteden. Ja, dus we hebben eigenlijk vandaag twee dingen. Het elektronische patiëntendossier, wat dus ingevuld wordt door de huisarts. En ook een ander initiatief waarbij je het zelf in kan vullen. Maar het is dus nog even zoeken wat het beste... We gaan het gewoon zien. Hey, een andere vraag, want houden jullie een beetje van voetbal? Jawel. Welke club? U bent Utrechtse. Precies. Ik heb veel FC Utrecht fans in mijn omgeving. En dat is toch, ja... Zeg maar gewoon FC Utrecht. Dat is een goed gevoel. FC Utrecht. Ja, lastig. In Utrecht ben ik voor Dovo, maar dat is... Ja, dat is amateur, hè? Dat is Veenendaal, ja. Goed, nou, vandaag is gewoon FC Utrecht. We gaan even doen alsof we voor FC Utrecht zijn, want de bekerkoorts die slaat er aardig toe. Ja, en die bekerfinale van FC Utrecht tegen Feyenoord is pas op 24 april. Maar de wedstrijd houdt de gemoederen al behoorlijk bezig. Helemaal nu er een voetbalkabouter is opgedoken. We hebben de beker al mee naar huis. Tenminste, als het aan de anonieme kunstenaar ligt die achter de kabouters zit. Hij maakte dit kunstwerk op een leegstaand slooppand in de Tomaatstraat in Ondiep. En de bekerfinale houdt meer Utrechters bezig. Ja, dat leeft enorm in Utrecht. Ik denk als Utrecht 30.000 kaarten te beschikking zou krijgen, dat ook 30.000 mensen mee gaan naar de Kuip. In café Murk in Ondiep wordt al druk gespeculeerd over de wedstrijd. Op 24 april Feyenoord verslaan in de Kuip, dat lijkt ze wel wat. Ja, geweldig natuurlijk. Ik was de twee laatste bekerfinales die Utrecht won, was ik beide keren in de Kuip. En ja, dat was gewoon een groot volksfeest. En heel bijzonder voor de stad Utrecht natuurlijk. Het mannetje met de rode puntmuts verschijnt al jaren in verschillende vormen in de hele regio. Dit keer dus met de KNVB-beker in zijn hand. Al is dat voor sommige voetbalfans behoorlijk voorbarig. Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik had liever AZ als tegenstander gehad, om eerlijk te zijn. Nou, fingers crossed, we gaan vast winnen hoor op 24 april. Want dan is de finale dus tegen Feyenoord. Denk jij? Gewoon 2-1. Natuurlijk, ik ga op alle winnen mee als het om voetbal aankomt. Vanavond en vannacht drijven wolkenvelden over. De wind neemt af en het gaat vriezen tot 1 en 2 graden. Morgen gaat de zon weer schijnen gelukkig en de temperatuur loopt dan op tot zo'n 11 graden. Ja, en als we dan even vooruitkijken, dan ziet het er prachtig uit. Zon en wolken en de temperaturen die zitten weer in de dubbele cijfers. De weerfoto is van Jan van Vlierden en hij maakte dit plaatje vanmorgen op Soestdijk. Prachtig rood in de morgen. Nou, heeft u ook een mooie foto gemaakt? Mail hem dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl of zet hem bij ons op Facebook. En wij bedanken onze gasten van vandaag, Manon van der Kaa en onze eigen dokter Felix. We hadden het over de brandveiligheid in oudere woningen en over het elektronisch patiëntendossier. Dank jullie wel. En tot zover deze U Vandaag. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of natuurlijk ook op onze app. En morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Heel graag, tot dan. Ja, dag.